VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van VVV-TV. Afgelopen vrijdag ging VVV Venlo op bezoek bij FC Dordrecht. In de allerlaatste minuut wist de ploeg met 1-2 te winnen. Bij afwezigheid van hoofdtrainer Rick Kruis blikken we samen met assistenttrainer Jai Driessen terug op de wedstrijd. Jai, een aangenaam begin van de carnaval. Ja, lekker overwinning geboekt uit bij Dordrecht. En dan is het wel heerlijk om dan terug te komen in Venlo. En dan wetende dat je dan nog een dagje met de jongens samen carnaval kunt vieren. Kun je iets omschrijven wat dat met jullie doet en met de groep doet, zo'n overwinning in de laatste minuut? Ja, dat is natuurlijk fantastisch voor de sfeer en voor de spirit, maar ook mentaal natuurlijk. Dat is niet de eerste keer dat wij dat voor elkaar weer kregen om een wedstrijd in de laatste minuut te winnen. Het geeft toch wel aan dat de jongens mentaal sterk genoeg zijn om het geduld te hebben om wedstrijden op een laat moment te beslissen. Alleen, kijk, we hopen natuurlijk altijd dat de wedstrijd eerder beslist kan worden. Want we hebben momenten genoeg gehad waarin we eigenlijk hadden moeten toeslaan. Ja. Kun je eens omschrijven waardoor dat dan niet lukt? Dat we niet eerder een doelpunt kunnen maken? Nou, ik denk met name het kansen missen. De kansen zijn er wel, die creëren we wel. En uiteindelijk gaat het erom dat die bal tegen het net aanvliegt. En daar laten we het de laatste tijd een beetje in na. Als je kijkt dat we ook deze wedstrijd volgens mij in de nabespreking wel 20 kansen of zo hebben kunnen laten zien aan de spelers. Ja, dat geeft wel aan dat we natuurlijk wel een prima positiespel hebben. Maar het gaat er nog steeds om dat die bal binnen moet. Het was natuurlijk een fikse domper, de 1-1 van Dordrecht. En knap dat het team dan toch nog die overwinning weet binnen te halen. Ja, precies. Dat is juist het mooie daarvan. Dat we een team hebben dat niet zo heel snel opgeeft. Mm-hmm. Dat heb je ook deze wedstrijd wel gezien. Want er zijn denk ik heel veel teams die in de 92 minuten een doelpunt tegenkrijgen. Dan een mentaal echt een flinke tik krijgen. Maar zij pakken het dan wel weer meteen op. En natuurlijk moet je dan een beetje mazzel hebben dat die bal goed valt. Maar dat dwingen ze van de ene kant ook af. En dat is mooi om te zien dat dan die ontlading na zo'n wedstrijd. Ja, dat is fantastisch. En wat doet dat met jou als Venlose trainer als je Simon ziet scoren? Ja, tuurlijk, dat doet je goed, maar het maakt niet uit wie er scoort. Ik bedoel, het zijn allemaal spelers van ons. En dat is natuurlijk voor Simon natuurlijk hartstikke leuk dat zijn eerste goal was. En beide backs hebben gescoord. Dat geeft ook aan hoe aanvallend dat we spelen op dit moment. Met beide backs die nog even in de allerlaatste minuut overheen vliegen. Ja, dat is mooi om te zien. Vandaag als vervanger van Rick Kruis op het trainingsveld. Kun je eens omschrijven hoe die samenwerking met Rick is? Ja, die samenwerking die is goed. Ik ben assistent-trainer samen met Frank van Kemp. En wij zijn gewoon dienend aan wat Rick wil. En dat voeren we zo goed mogelijk uit. En wij hebben dagelijks contact met elkaar. We bellen voor de training, we bellen na de training. Nou, we hopen dat die morgen weer opgeknapt is. En dat die morgen weer gewoon bij ons kan aansluiten. Zodat we de voorbereiding op een nieuwe wedstrijd tegen Os voort kunnen zetten. Ja. Vooruitkijken naar Os komende vrijdag. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, met heel veel vertrouwen moet ik zeggen. Als ik zie hoe er deze week ook weer getraind is. En het zelfvertrouwen wat we de laatste weken eigenlijk getankt hebben in de wedstrijden die we gespeeld hebben. Ja, we hebben denk ik een goede wedstrijd gespeeld tegen Heracles, zeker de tweede helft. Maar we hebben denk ik een hele goede wedstrijd tegen Dordrecht gespeeld. We beslissen hem weliswaar laat, maar ik denk wel dat het dik verdiend was. Ja, dat geeft wel heel veel vertrouwen voor nou aankomende vrijdag. Ja, als we kijken, in augustus speelden we in Os. In de laatste minuut scoorde Nick Venema toen het doelpunt. Wat is de tactiek van VVV om dat te voorkomen? Dat we de wedstrijd dus eerder op het slot gooien? Ja, doelpunten maken. Dus ik denk dat we altijd op dezelfde manier spelen. We willen graag de tegenstander ons spel opleggen, zodat ze zich aan ons moeten aanpassen. Dat lukt ons de laatste tijd vrij goed, moet ik zeggen. En dan gaat het erom dat we eigenlijk de kansen die we krijgen, dan moeten we onszelf veel eerder en veel beter in belonen. En dan win je zo'n wedstrijd misschien ook een keer met 3 of 4-1. Simon Jansen maakte zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. We vroegen hem hoe hij dat heeft ervaren. Simon, je eerste doelpunt. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, ik heb er eventjes op moeten wachten, maar ik ben wel blij dat hij nu eindelijk viel. Ja. Kun je je doelpunt eens omschrijven? Ja, we kwamen 1-1 en toen vanaf de aftrap een lange bal. De bal ging uit en
vanuit een ingooi kwamen we uiteindelijk in de 16 meter. Toen viel die een keer gelukkig goed voor mijn voeten. Dus ja, daar was ik echt blij mee. Eindelijk, of niet? Ja, ja, ik zat er een beetje tegenaan. Ik wilde hem heel graag maken, want als je van die, dan ben je toch van die stomme nul af. En nu viel die. En oefenwedstrijden lukte dat wel, zei je vaker. Ja. Wat is het dat nu wel lukt in een competitie dan? Ja, het is ook een beetje geluk hebben. En de keren dat ik een kans heb, dan schieten, heb ik ze gewoon niet goed ingeschoten. Dan krijg ik een rolletje vol langs of weet ik het. En nu schoot ik hem toch wel vrij aardig binnen. En dan zie je dat hij meteen hangt. En wat gaat er door je heen dan op dat moment? Ja, het mooiste vond ik nog dat we de overwinning in de laatste minuut hadden. Ja, natuurlijk, mijn eerste doelpunt is heel mooi. Maar ik was blij, natuurlijk het blijste met de overwinning. Want ja, met 3 punten in de laatste minuut uit bij Dordrecht, dat is toch lekker. Als je naar de stand kijkt nu ook, dus... En je rende als eerste naar de trainer, waarom? Nee, ik rende gewoon in het rond en ik zag de trainer als een gek het veld rennen. Ja, ik vond het mooi en iedereen kwam erbij, dus... Ik vond dat nog het mooiste moment eigenlijk van de goal, want... ik heb vaak teruggekeken hoe iedereen van die bank afkwam. Ja, dat vond ik wel echt een heel mooi moment. Kippenvel. Ja, vond ik wel. Ja. Hoe was de Venloze vastelovend? Ik kan me wel voorstellen dat gek moet voelen als iedereen je aanspreekt... Ja, maar ik was goed gesminkt en een mutsje op en een brilletje op, dus Simon was undercover. Niet helemaal, maar wel. Ik vind het altijd wel leuk, dus ik ben gewoon lekker met vrienden en één dag zijn we rustig met het team geweest en zaterdag met vrienden, dus was wel even gezellig. Heb je een beetje vastelovend kunnen bijbrengen? Ja, we moesten dinsdag er weer trainen, dus we hebben eigenlijk heel rustig aan met z'n allen wat gegeten. Toen even rustig de optocht gekeken en toen is eigenlijk het grote gedeelte alweer terug naar huis gegaan, omdat we gewoon de volgende dag weer moesten trainen. We staan nu op een 4e plek. Denk je dat we dat vol kunnen houden? Ik denk het wel, maar daar moeten we wel alles voor doen. Want je ziet dat we het elke wedstrijd moeilijk hebben. Maar we trekken hem nu wel elke keer over de streep. Of ja, niet elke keer, maar wel vaak. En als we dat kunnen blijven vasthouden en punten kunnen blijven pakken, dan zit er wel iets moois in. Maar we moeten het wel echt met z'n allen blijven doen. En vaak die laatste minuut die ons moet helpen om de overwinning... Zes keer al had ik gezien. Dus ja, dat is alleen maar mooi dat we ze in de laatste minuut te maken. Want natuurlijk wil je ook een keer met een 3-4-0 winnen. Zou nog wat mooier zijn. Zou dat kunnen afspreken voor komende vrijdag dan? Nou, ik roep het niet te hard op, maar het zou wel mooi zijn. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders.